What up YouTube? En tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Je hebt Thomas opent met Big Bottle Time. We hebben een grote fles. We hebben 750 milliliter een Belgian Craft Beer, oftewel Kasteel Bruin. Normaal gesproken ben ik niet zo'n fan van Kasteel Bruin, van Kasteel over het algemeen. Die bieren zijn ook, als je kijkt naar dingen als hun gewone bruin tegenwoordig, ook super ontzettend zoet. Echt heel erg overdreven zoet. Maar het zijn wel leuke bewaarbieren. En dat is deze dus, want als je goed kijkt, kijk of ik het goed in beeld kan krijgen, we hebben het hier over een Kasteel Bruin 11% uit 2009. En dan moet ik even heel eerlijk zijn, ik heb het bier al twee keer eerder gedronken, afgelopen zomer, tijdens een bottle share en tijdens de kerst. Ik had er een fles van meegenomen naar mijn ouders, waar ik toen ben geweest met kerst. Dat ik dacht, die ga ik lekker met mijn vader delen en die had er één slok van en die zei, joch. Dat kan. Daar is niks mis mee. Hij vond het niet lekker. Ik wel. En ik had er nog één fles van staan. En ik had zoiets van, deze wil ik gewoon gaan reviewen. 11% van alcohol. Tenminste houdbaar tot oktober 2014. Gebrouwen in 2009. Ik gok dat hij dan ook gebotteld is in oktober 2009. Omdat ze hem dan 5 jaar geven. En nu zit hij er dus al 6,5 jaar overheen. Bier is dus inderdaad zo'n 11,5 jaar oud. Pak een beet. Laten we het daarop houden. Ik vond het echt een lekker bier en makkelijk verkrijgbaar. Die bier komt wel vaker uit en met zo'n leeftijd erop gebeurt wel eens vaker. Het zijn ook niet de meest dure bieren. Volgens mij was deze 10 euro voor een fles. Met die leeftijd erop. Deze worden bij Kasteel, voor zover ik weet, zelf bewaard. Volgens mij had ik beter een mesje kunnen pakken voor de folie, want dat kruimelt er gewoon bijna af. Maar ik had gewoon zoiets van, ik heb hier zin in. Het is zondagmiddag. En ik heb echt zo'n dag dat ik gewoon, gisteren was het zaterdag. Joh, echt waar, is dat voor de zondag? Ja, echt waar. En ik heb gewoon zo'n lekkere luie dag. Gisteren was het in de tuin gedaan en een beetje huishouden en dat soort dingen. Vandaag heb ik gewoon lekker zo'n luie zondag waarop ik niks wil doen. En waarin ik gewoon zin heb om de hele middag televisie te kijken. Leuke film of een leuke serie. Shit, ik ga echt kijken of ik hier een mesje kan vinden, want ik word hier echt wel helemaal gelukkig van. Geen mesje, ik heb wel wat anders. En ik heb gewoon zin om zo'n grote fles open te trekken. Af en toe doe ik dat wel eens op zo'n zondagmiddag. En dan gewoon een beetje televisie kijken, lekker niks doen. En dan is zo'n grote fles als dit is daar echt uitermate geschikt voor. 11% in alcohol, nou, dat doe je dan ook gewoon echt de hele middag over. Zo, die kurk is gewoon, ik zal hem jullie straks laten zien, die kurk is gewoon echt zo beschimmeld, niet normaal. Echt oud. Dan heb ik daar gewoon wel eens zin in. Gewoon lekker zo'n hele middag niks doen en van zo'n grote fles genieten. En dat is dan vaak ook het enige wat ik dan drink. Meer ook niet. En dat moet kunnen. Shitje zeg. Oh, dit is echt, jullie mogen hier net zo lang van meegenieten als dat ik dat doe. Want het is gewoon een rot klusje. Awkward silence. Check die. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Maar check die kurk. Ik wil hem zo laten zien dat hij niet te nat wordt. Maar kijk dat eens. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Die is echt helemaal. Er zit echt een licht schimmellaagje op. En dat is helemaal geen probleem hoor. Ik bedoel. Ik weet dat deze gewoon goed is nog. Want ik heb hem nu al 2 keer eerder gehad. Ik weet gewoon dat hij kan hebben. En als die maar aan de binnenkant. Goed nat is. En dat is die. Oh. Kom nou gewoon wat weer aan geuren naar voren, jongens. Oh. We pakken een mooie grote snifter. 11,5 jaar oud. Belgian Craft Beer. Ik verwacht niet heel veel aan koolzuur. Dat is ook niet zo raar met een bier van deze leeftijd. Zo. We doen een klein beetje in het glas. En we laten de rest gewoon heel mooi staan. Kijk dat eens. Hij is super donkerbruin. Hij is ontzettend murky. Klinkt raar, maar een beetje van dat troebele slootwater. Dat je denkt, dat wil je toch niet. Doodle water, zegt Master Massive Beer Reviews wel eens. Doodle water. En dat wil je natuurlijk eigenlijk normaal gesproken niet. Maar met zo'n oud bier wel. Als die nou vers was en hij zag er zo uit, dan kun je denken, ik weet het niet. Maar bijna geen koolzuur, bijna geen schuimkraag. Trekt ook weer heel snel weg. Hij is echt ontzettend troebel. En als ik hem zo hou, is hij inderdaad gewoon echt heel erg mooi donkerbruin. Ik denk niet dat jullie dat kunnen zien, maar ik wel. Laten we eens even kijken wat hij doet qua de neus. Ja, dat is dus alles wat je wil verwachten van
een bier op deze leeftijd. Je krijgt ontzettend veel tawny port. Je krijgt bijna een soort van eikenachtig gerijpt idee. Dat soort van nat hout, terwijl hij dat absoluut niet heeft. Maar echt veel tawny port. Ontzettend super kruidig. Rozijntjes. Bijna van die melkchocolade rozijntjes zit er echt nog wel in. Een heel klein beetje van dat nat karton. Maar heel klein beetje. Hij is licht geoxideerd, maar op de manier dat het een karakter meegeeft aan het bier. In plaats van dat het afbreuk doet. Je krijgt dus zo'n diep gerijpt karakter. En dat moet je gewoon een paar keer ervaren in sommige bieren om het te herkennen. Als ik dit blind voor me kreeg, dan had ik gezegd, ja, het doet me denken inderdaad aan een tawny port. Dat zijn van die karakters, dat zijn van die karaktertrekken die leer je kennen als je het een paar keer gedronken hebt. Je hebt dus inderdaad dat licht nat papier, oud nat papier. Dat geeft dus een teken van oxidatie. Het bier is echt goed afgesloten geweest, want zoals ik al zei, de kurk is gewoon fantastisch aan de binnenkant. Kijk, die buitenkant daar bovenin, ja, die heeft dus inderdaad een beetje van zo'n licht schimmeltje erop. Maar in de fles is die gewoon nog perfect. Dat betekent dat die goed afgesloten is geweest. Je hoorde ook een lichte pop nog steeds. Klein beetje koolzuur dat erin zat. Het is niet heel veel. Maar je krijgt gewoon een lichte oxidatie. Dat mag. Dat geeft extra karakter mee. Het is dat tawny port. Het is wanneer zo'n bier naar port gaat ruiken, dat je weet hij heeft een hele mooie rijping gehad. Die kruidige tonen is een bepaald boeket aan zowel specerijen als houtige kruiden die je niet echt een specifieke toon een specifieke smaak geeft. Dat je denkt, het is dat kruid, het is dat specerij. Maar hij heeft dat spicy herbal toon. Dat super sticky vijgen, dadels, rozijntje zit er nog heel mooi in. Met echt een beetje van dat... Die typerende, ja, dat vind ik bij Kasteel zo typerend, overdreven suikerzoete, donkerbruine suikerzoete, weet je, dat is donkerbruine suiker, dat je wel eens over pannenkoeken doet en zo, of dat je gebruikt in wanneer je gaat bakken, weet je, wanneer je taart of wat dan ook wil maken, dat donkerbruine suiker, dat zit er absoluut nog steeds in. Wat ik dus in een verse absoluut niet leuk vind, en te overdreven in die verse kasteelbieren, maar in zo'n grijpt omdat het meer bij komt kijken, hij krijgt een extra niveau van complexiteit, is het wat meer in balans. Het is ook eigenlijk wel echt bijna een dessertbier. Dit zou fantastisch zijn als je dus als een dessert... Ik zeg het vaker wel in reviews, ik ben geen echte dessertfan. Ik heb liever bijvoorbeeld een mooi glas, een mooi kaasplankje met een mooie port erbij, zo'n tawny port dan ook inderdaad. Of zoiets als dit, zo'n fles als dit. En dan als je dat met 2 of 3 mensen deelt. Kijk, dit doe ik de hele middag over. Drink ik voor de rest van de middag ook niks meer. Dan deel je dat met 2 of 3 mensen, weet je, met zo'n mooie kaasplank, chatoucerie. Wat olijven, wat gedroogd fruit, weet je, wat vijgenbrood, dadelbrood, dat soort dingen. En dan heb je een fantastisch dessert. Of gewoon een mooie avond. Als je dan 2 of 3 van dit soort bieren over de hele avond verdeelt met dat soort hapjes. Ja, hij is gewoon bijna, ik had het net over de tawny port, dat versterkte wijn. Hij heeft inderdaad een licht vinnis, ja, ik kom er even, weinig karakter, weinig, maar dan met een IE, niet met EI. Een wijnachtig karakter bijna, op een hele subtiele manier. En dan dat versterkte wijn. En gewoon wederom, hij heeft bijna een soort van houtgerijpt karakter, terwijl hij dat niet heeft. Het heeft niet op houten vaten gelegen. Hij ruikt in ieder geval fantastisch. We gaan eens even kijken wat hij doet qua smaak. Proost. Zoals ik al zei, in principe gewoon... Oh. Hij heeft gewoon geen koolzuur meer. Het bier is in dat opzicht flaak te bie. Wat hem ook gevaarlijk doordrinkbaar maakt, want... Laten we ten eerste wel zijn, het is nog steeds een kasteelbruin. Hij is echt zoet. Het is echt een zoet bier. Maar waar hij hiervoor in zo'n verse karakters, in zo'n verse versie, verse karakters, verse versie, dat hij dan echt dat veel te overdreven meer zoete suikerige heeft, is het hier meer dat matured, gerijpte zoetigheid van, wederom, ik blijf het weer zeggen, zo'n gerijpte tawny port. Of een gerijpte misschien... Ja, nee, meer tawny port.
Er zit wel iets van het rode port in, maar voornamelijk tawny port. Dat eikachtige karakter. Hij heeft een licht droge toon achterin. Maar het doet dan meer denken aan een nat eiken. Ook wederom, er is hier gewoon geen eiken aan toegevoegd. Er is niks met eiken heeft het te maken, niks met vaat. Maar hij heeft gewoon dat karakter om een of andere manier. Dat super gedroogde fruitkarakter van wederom gedroogde vijgels, vijgen, gedroogde vijgendadels, rozijntjes. Wow, dat was bijna een kraai tegen eruit. Dat kwam heel dichtbij. Dat karakter. Dat wederom wat spicy. Dat denk aan allspice. Het heeft een soort van combinatie. Allspice is een specerij dat wordt heel veel in de Jamaicaanse keuken gebruikt. In de Caribbean cooking. En ze noemen het allspice omdat het karakteristieken heeft van heel veel specerijen. En waar dat wegkomt, ik vermoed dat is dat uit die esters van die gisten komt. Hij heeft dat spicy karakter. Een beetje dat doet denken aan een combinatie van kruidnagel, kaneel, misschien met kardemom. Misschien een klein beetje van dat gemalen koriander. En niet dat er één specifiek uit te halen is. Niet dat ik zeg, het doet me denken aan een bepaald specerij of een bepaald kruid. Want er zit ook iets van dat houtige kruiden in. Denk aan je tijm, denk aan je rozemarijn. En wederom niet iets dat er specifiek naar smaakt, maar gewoon een hint van een inclinatie naar... Inclinatie is de inclination. Dat is weer dat ik naar een Engels denk en dan iets Nederlands probeer te zeggen, maar dan het verkeerde woord noem. Maar dat zit er absoluut in. En inderdaad weer zo'n subtiele... Rood fruitkarakter, dat moet ik denken aan een versterkte rode wijn. Een port, een rode port. Dat op zich is dat weer dat rode port idee. Misschien een neigend naar een sherry, zoiets. Maar dan een zoete sherry, geen droge sherry. Want wederom, ook al heeft hij een lichte droge hit, het is voornamelijk nog wel steeds zoet. Het is echt een zoet bier. En het heeft ook een... om zo'n hele fles alleen op te drinken, moet je er heel lang over doen. Wat ik al zei, de hele middag. Of zorg er ook bij, en dat ga ik straks ook doen. Iets dat er tegenover hangt. Dat bijvoorbeeld, ik heb ergens zo'n rode korstkaas net even uit de koelkast gehaald. Straks met ciabatta lekker erbij. Even iets te eten. Hè, dat heb je ook nodig natuurlijk. Het is nu net het begin van de middag. En dan heb je die tegenhang ervan, van die funky smaken van zo'n kaas. Of inderdaad wat gedroogd vlees. Hè. Denk aan je chartouserie dat je hebt of een mooie gedroogde ham en dat soort dingen. Je hebt die tegenhang nodig, want anders krijg je het echt niet in zijn eentje weggewerkt. Wat verschillende noten. Ik weet niet waarom ik dat allemaal noem in deze review, maar het is wel iets wat ik erbij noem toevallig deze keer. Ik ga niet vaak in op een combinatie van eten en bier. Soms noem ik dat wel eens, maar deze heeft dat echt. Dit is echt een dessert. Dit is echt een dessert bier. En ik vind hem heerlijk. Ik vind hem gewoon lekker. En het is niet super complex. Ik noem wel heel veel dingen. Hij is niet overdreven complex. Dit is echt weer zo'n bier waarvan ik zeg, het heeft heel veel te bieden in de smaak zonder dat hij mega complex wordt. Ik denk ook niet dat hij over de tijd van dat ik er een hele middag over doe, veel gaat veranderen qua smaak. Maar ik vind hem gewoon lekker. En daar ga ik echt de hele middag nog wel even van genieten. En hier had ik ook gewoon even zin in. Dit is echt zo'n treat yourself moment. Weet je, we zitten nog steeds midden in COVID. Het is weer zo'n zondagmiddag dat je de hele middag thuis zit. Dus ik ga straks lekker een leuke film aanzetten. Of een leuke serie. En daar gewoon de rest van de middag... over doen. En dit is een beetje zo'n treat yourself moment, weet je. Pak gewoon een leuk bier en ga er lekker van genieten. Moet kunnen toch? Dat ga ik ook zeker doen. En dat was hem dan ook wel voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox. Links naar al mijn social media. Dutch Beer Collective. Mysterybeer.nl. Check dat ook natuurlijk. De reviews van Gerben, Remy en Douglas. En laat eens wat comments achter. Heb je dit bier wel eens gehad, deze 2009 versie? Ik weet dat er zelfs, hoorde ik wel eens mensen over 1998 versies, die er nog wat af en toe in omloop zijn. Laat je comments achter, ik mag ze altijd graag teruglezen, vind ik superleuk. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. Tot dan, proost.